Onder de noemer Parels voor de Zwijnen heeft de IJsselsteinse familieonderneming Hoebestein Groep haar bestaande bedrijf uitgebreid met een nieuwe stal en een natuurvriendelijk ingerichte trein eromheen. We staan hier bij de inrit, de IJsselsteinse weg. De mensen die hier voorbij komen kunnen hier afdraaien en hebben vrije toegang tot die zichtruimte. Die is overdag is die geopend, 's nachts is die gewoon dicht omdat ook de varkens rust willen hebben. En dan kunnen ze naar varkens kijken. Maar ze kunnen ook lezen hoe het allemaal gebeurt. We hebben daar wat storytelling. En zo kunnen ze dus zien hoe wij het doen. En het verhaal erachter. Want de varkens die houden wij om vlees te maken. We hebben geen varkens om ze elke dag 2 of 3 keer te aaien. Laat staan 1 keer. Maar we hebben varkens om vlees te maken. En ze moeten goed verzorgd worden. De voedselveiligheid is heel belangrijk. En daarom doen we het op deze manier. Toen wij bezig waren met die zichtruimte, toen kwamen wij tot het inzicht dat hier best wel wat mensen gaan komen. En ja, en dan dien je ook het erf netjes en verzorgd erbij te hebben liggen. Toen zijn we in contact gekomen met Vivara Pro uit Vierlingsbeek. En daar hebben we out of the box gedacht en gedaan. En dan hebben we dit gemaakt, hè, met nestkasten, insectenhotels. Voor de watervogels hebben we aanpassingen gedaan. En zo hebben we eigenlijk de natuur weer teruggehaald naar de stal. Dus ik noem dat ook bewust een nieuwe erf. Een parkachtige omgeving hebben we op die manier gecreëerd. Met voedselproductie als basis. Het houden van varkens dus. Nou heb ik ook begrepen dat het hele proces wordt begeleid me eigenlijk door camera's die ook alles nauwlettend in de gaten houden. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, in de stal, die kun je ook vanuit de zichtruimte zien, hebben wij camera's zitten die de activiteiten van de varkens in de gaten houden. En we hebben ook een camera geplaatst die de varkens dus virtueel weegt. Die maakt dus een foto en op basis van een inschatting wordt het gewicht bepaald van de varken. En dat zegt dus heel veel over de prestatie. Dus hoeveel groeit een varken elke dag? En die activiteitencamera die registreert het lichtgedrag. Liggen de varkens op de juiste plaats? Poepen ze op de juiste plaats? En dat zegt iets over de gezondheid. Dat zegt iets over het klimaat. In hoeverre onderscheidt dit stallencomplex zich van andere nieuwbouwprojecten? Of? De stal is... Als je dat gaat onderscheiden met een andere stallencomplex, wat zou je dan nog daarover kunnen zeggen? Ja, in deze nieuwe stal die we gebouwd hebben, daar zit veel licht, veel licht in. Dus het daglicht kan gewoon vrij toe binnenkomen. We hebben meer speelgoed in de stal zitten. En voor de rest is het een standaard stal. Wel met opmerking dat alle lucht... Dat die gewassen wordt. Die de stal verlaat, die wordt gewassen via luchtwassers. En die gaat dus weer schoon de lucht in. Nou hebben jullie dit als voorbeeld. Gaan jullie in de toekomst ook alle stallen op die manier eigenlijk inrichten? Ja, we hebben de laatste 10 jaar hebben wij heel veel stallen hebben wij gerenoveerd en verbouwd. Maar deze laatste stal is wel weer het neusje van de zalm. En we hebben ook nieuwe technieken, zoals het verzamelen van data via camera's en microfoons, hebben we toegepast. Dus eigenlijk onze intentie is, elke verbouwing, elke nieuwbouw die we doen, daar moet iets nieuws in zitten. Daar moet een innovatie in zitten. Je moet vooruit gaan, anders ben je geen ondernemer.